Olivier van der Velde, een tweede plaats, een prachtige tweede plaats als enige in jouw team tegen een groot blok. Was het te verwachten voor jou? Ik wist niet goed wat ik moest verwachten, want ik heb nog nooit in de situatie gezeten dat ik enige was van mijn team. Dus ik wist niet hoe. Ik wist wel wat ik moest doen, maar ik kon natuurlijk niet op alles reageren. En ik voelde me ook niet super om de koers zelf hard te maken. Dus, was het parcours wel selectief genoeg voor jou? Ja, de eerste ronde zeker niet. Dat was een beetje enerverend voor mij. Ik heb er niet van genoten, van de eerste vier rondes. Maar vanaf dat we dan de finale ronde ingingen, dan is het een pak selectiever. En dan blijven de sterkste eigenlijk over. Wist je eigenlijk dat Lotte ontsnapt was? Nee, ik had het niet gezien. Ik was de laatste die kon aansluiten bij dat groepje. En ik heb het eigenlijk nooit zien gebeuren. Nee. Had de wedstrijd er nog heel anders kunnen uitzien volgens jou? Er zijn altijd andere situaties mogelijk, ja. Maar... Had je geweten dat Lotte weg was, had je er kunnen achtergaan? Nee, ik zat daar recht op blok toen op dat moment. Dus ik denk niet dat het een andere uitslag geweest zou zijn, moest ik het geweten hebben. Hoe valt dat mee in een Nederlands team, als Belgische zijnde? Ja, heel goed. Ze zijn allemaal, ze willen mij allemaal supergoed helpen. En ik haal er wel heel veel energie uit de nieuwe ploeg. Ja. Wat hoop je nog te bereiken naar de toekomst toe en voor dit rallyseizoen, dit crossseizoen? Nu ga ik nog naar de Giro. Ga ik proberen om daar zo goed mogelijk nog de conditie op te krikken naar Tokio toe. Oké, succes alvast. Ja, dankjewel.